Ah. Dat deed pijn. Auw, dat deed pijn. Yo gasten, welkom allemaal bij een nieuwe video. Vandaag ben ik in JPL in Lindert samen met Erik. Vandaag gaan wij een Game of Stick doen. Erik mag beginnen, want die is het kleinst. Daarna ben ik. En dan gaan we kijken wie aan het einde de beste sticks heeft. Ben je er klaar voor, Erik? Beetje. Denk je dat je gaat winnen? Gemiddeld. Gemiddeld gevoel. Wat is dat? Zesje? Ik moet plassen. Ik ook. Een zes. Yes, let's go! Oké, Erik, jij mag dus beginnen. Met welke precision ga jij beginnen? Vrije U-bout precisioning. Ik heb zo'n gevoel dat je die Kong precision gaat doen. Klopt dat? Ja. Je moet het wel zeggen, want als je hem niet stikt, dan ben ik aan de beurt. Deze. Zonder dat ik deze hoef te doen. Deze. Oké. Nee. Dat betekent dat ik nu ben. Ja. Oké, nu ben ik aan de beurt. Ik ga zo meteen deze precision doen van hierboven naar deze beneden. Lekker makkelijk beginnen, zo meteen maakt het wat moeilijker. Let's go! Erik, ja? Goed je schoenen likken, hè? Anders glij je zo meteen weer uit. Hè? Hey! Geen letter. Hij vijf, jongen. Oké, Erik. Ja? Ik zie dat je aan het nadenken bent. Weet je al eentje? Ja. Oké, vertel. Wow, we gaan een heel rondje lopen. Hij hoeft niet kapot. Als het aan mij ligt, mag hij wel kapot. Oké. Okay. Dat is lekker sketchy, lekker scheef. Ja. Ik vind het een mooie. Zo sketchy. Of nee, toch niet? Hij bewoog helemaal, joh. Hij staat helemaal scheef nu. Ja. Dat betekent dat ik veel te zwaar ben. Zijn we bij mijn volgende sprong aangekomen? Ik wil zo meteen vanaf deze muur springen naar deze stang en dan stikken. Op een stang stikken is natuurlijk altijd iets lastiger dan normaal, maar dat is ongeveer dezelfde sprong als hier. Dus dit moet wel lukken. Nou, hoeveel seconden zullen we doen, Erik, dat je moet stikken? Drie. Drie. Vind ik een mooie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nice. Duurt te lang. 1, 2. Wel twee. Je hebt een tweede poging, vind ik. 1, 2, 3. Yes, lekker hoor, Erik. Yes. Je hebt goed gebruik gemaakt van die tweede poging. Ja. Maar nu mag jij er weer even zien. Oh, ja. Erik, vertel eens wat je gaat doen. Bar naar bar. Van bar naar bar. Kom maar. Nee. Oh, helaas. Net zo mooi. Nu ben ik. Oké, jongens, mijn sprongbord van die stang daarachter met die vogelpoep erop naar dit mooie stukje. Ik gok dat Erik dit wel kan. Ja, anders heeft hij maar pech, hè? Ja. Nice stick. Wat zei je? Heb je die stick nog nooit gedaan? Nee. Oké, nou dan krijg je voor mij nu sowieso al twee kansen, maar sowieso niet meer dan dat. Valt wel mee, toch? Hij valt mee, maar zeer is hij allemaal... Stik is misschien lastig, maar de sprong sowieso heb je. Oh, wegwezen. Kans 1. Hoi. Nee, ik wou hem erin zetten, precies. Ik wou hem inzetten. Oké, nog eentje dan. Nog eentje. Geef mij mijn box. Jongens, zouden jullie deze sprong wel durven? Laat het even weten in de reacties.
Zo ja, kom hierheen en laat het zien aan mij. Nee, ik ga hem niet doen. Wacht. Ik heb de S. S, ja, van Stik. Oké, volgens mij heeft Erik weer een volgende sprong verzonnen. Ja. Wat wordt je sprong? Bar naar bar. Van stang naar stang. 2, 3. Ja, easy. Easy peasy, lemon squeezy. Ja, Jen gaat hem nu ook doen. Tweede kans. Tweede kans, vind ik ook. Hij is zo dichtbij. Dat is lastig. Serieus? Ja. Precies. Lekker. Oh, dat deed pijn. Auw, dat deed pijn. Dat deed pijn, dat deed pijn. Ja, staartje gebroken. Oh. Oké, jongens. Ik heb een volgende uitdaging. Volgende steek. Dus zometeen vanaf die bol met een kwart draai op dat plankje daar. Dit. Ja, nice. Nou Erik, ik kies expres voor jou de wat kleinere sprongetjes, maar wel de sketchy sprongetjes uit. Dus succes. Hey. Ik heb nog een goal. Let's go for the second chance. Ja. Hey, lekker hoor. Nice. Maar hoe laat is het eigenlijk, jongens? Het is nu kwart voor 4. Kwart voor? 4. Wat staat er? 43. Ja. Oké, dan is het wel langzaam tijd dat ik je af ga maken. Dus Want zometeen om 4 uur begint de les. Erik, je bent weer je schoenen aan het schoonmaken, dus ik gok dat je er weer eentje klaar hebt. Vertel. Hier naar die. Naar dat plankje? Rip. Oké, nou. Tijd voor een grote sprong. Oké, net sprong ik vandaar hier naartoe. Nu gaan we terug springen. Alleen je moet wel minimaal aan de rechterkant van deze twee kleine zwarte puntjes blijven. Ja, waardoor de sprong wat groter wordt. Anders is het een babysprong. Go Erik, go Erik. You can do it. Kan ik per se aan de rechterkant van die stikken? Nee hoor. Oh kijk hoe makkelijk. Nee. Je springt niet eens en je komt al hier. Gewoon letterlijk daar. Oké. Tweede kans. Komt ie. Full power. Gewoon inzetten. Zet gewoon je voeten erop. Ik ben bang dat ik doorglij. Gebeurt niet. Dat zijn de beste sprongen. Ja! Erik, je stelt me teleur. Ja, sorry. Bij hoeveel likes ga je het nog een keer proberen? 100. 100 likes? Ja. Bij 100 likes gaat Erik dit nog een keer proberen. Doe je best. Okay. STI zelfs. Wat? STI? Misschien zo. Oké, okay, wacht. Je deed die daar niet, die grote? Deze kon ik ook. Deze niet? Deze had je wel, deze had je de tweede kans. Ja? Ja. Dus ST. Dat is nog 3 letters in 10 minuten. Dat gaat me wel lukken. Maar, heb je al een sprong? Ja. Oh, die loopt dit. Ah, ik gok van die stang naar dat platformpje. Ja. Kom maar. Ook vanaf de bol zelfs. Ja. Oh, no stick. Dat is wel fair. That's sad. Oké, ik heb een leuke voor je. Ik hoop dat je nu kan stikken. Oké, je gaat zo meteen zitten op deze stang. En dan probeer je vanuit je knieholtes te springen. En dan land je daar met 2 voeten op. Hopen dat ik hem zelf wel in 1 keer heb. Was dat een stik? Ik vind het een stik. Spittig, hè? Snap je nou alweer precies hetzelfde bordje? Oh! Second chance! Oh,
Set. Hij is ook echt fucking kut. Ik ben normaal gewend om met handen weg te duwen en dan... Helaas. STI. STI. Yes, let's go. Al drie letters voor jou. Yes, doe even een hele moeilijke voor mij. Probeer ik. Kijk ook even. Stel eens Erik, wat is je plan? Strijd naar die. Strijd naar die, oké. Okay. Geen idee wat je bedoelt, maar laat maar zien. Linker voet daarop, rechter voet, hup. Oei. Ja, dat is best een pittige. Nee. Wordt dit mijn eerste letter? Nee. Oké. Okay. Komt ie. Hup, hup, hup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Oké, Erik. Net kon je deze kon je niet uit stand springen. Maar nu mag je vanuit, met een aanloop mag je één voet hierop zetten en dan running pre hierop. Nou, let je niet snel, hè? Ik moet het nu ook doen, of niet? Ja, dat is wel de bedoeling van het spelletje, ja. Oh. That's the spirit. Oké. Ik ben waken. Nog één. Tweede. Nee. Rip. Ik wil hem. Nog een 30. Oké, nou. Je laatste poging. Waar ben ik zo slecht? En dan... Dat is de laatste poging om mij één letter te geven. Daar was het je bijna gelukt. Bij die twee. Hier en dan een soort van schuin naar die. Schuin naar die? Ja, want net deed ik hem hier zo en dan naar die. Oh, en nu helemaal vanaf het linkerhoekje. Ja. Oké, okay, nou laat maar zien. Oei. Yes, lekker hoor. Nou, dit wordt misschien wel mijn eerste letter. Oh, dat is poging 1. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, helaas. Ben je nou echt serieus? Alweer? Tijd voor de laatste sprong. Dat moet wel een leuke zijn, vind ik. Je zet met je linkervoet af. Deze bol. En dan spring je naar dat muurtje daar. Sorry. Easy. Oh. Nee, je mag ook met je rechtervoet, maar dat lijkt me nog kutter. Sorry voor het slechte taalgebruik, jongens. Oké, laatste poging. Kindvriendelijk. Ja, lekker hoor. Nu moet ik het nog even zinnen. Dat was niet de bedoeling. Jawel. Trouwens, alle woorden die worden gebruikt in deze video worden gebruikt door woordprofessionals. Dus gebruik ze zeker niet na. Erik, vertel. Wat wil je doen? Deze. Van deze bar naar die bar. Oh, omlaag. Ja, en als het me lukt, dan weet ik al zeker dat jij een letter hebt. Ja, want die ga ik niet eens proberen. Ja. Vanwege mijn enkel. Dan is hij gewoon gelijk dood. Set. Oké. Je hebt geluk. Yes, ga ik door. Eentje waardoor jij gelijk af bent, want dan is de les afgelopen. Oh no. Oké, jongens, om Erik af te maken gaan we een lekkere grote sprong doen. We springen van hier naar dat plankje daar en hopen dat ik hem in één keer stik. Nee! Ah! Nee! Kom door die jongens daar. You fucked up. Set. Ik heb geluk. Oké. Nou, ben jij weer, Erik. Ik heb je een volgende sprong. Nee, ik ga uitlopen. Oké, vertel. Van waar naar waar? Van deze bar naar die. Oké. Okay. Vlieg. Ja, dat is pik. Tjus. Hoppa, yes. Yes. Ja. Oké, okay, ga ik gelijk door naar mijn sprong. Spring van hier naar dat plafondje. Nice. Ben je nu af? Nee. Bijna. Dat was poging 1. Denk je dat je hem had? Mag ik 3 pogingen? Ja, is goed. Oké, dat was poging 2. Nu poging 3. Anders is hij af.
En dan heb ik gewonnen. Nee. Oh. Wat betekent dat? Dat ik heb gewonnen. Yes, gefeliciteerd. Yes, dankjewel. Tot de volgende keer. Laat even weten in de reacties tegen wie ik de volgende keer moet. En vond je deze video nou leuk? Laat dan een blauw duimpje achter. Reageer wat je de volgende keer wil zien. En abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Tot ziens.